De kinderen hebben hier nu in de ene 8 jaar en de andere 7 jaar op school gezeten. En ze hebben erg veel plezier gehad. Ze zijn nooit thuis geweest van we vinden het niet leuk of we willen een andere school. Dus, en dat is voor een ouder heel belangrijk, dat de kinderen het naar hun zin hebben op school. Ons dochter is zelfs, die vindt het zo leuk op school dat ze zelfs niet, geen weekend en niks wil hebben. Ze wil alleen maar naar school toe. Dus dat is alleen maar heel positief. Ik ben heel blij dat ik de keuze voor deze school heb gemaakt. Dus als ik hem over zou moeten doen, zou ik weer voor deze school kiezen. Ik denk dat ouders het ook voelen dat het hier goed is om naartoe te gaan. De sfeer in het team is heel fijn, heel open, hele open houding. Het gaat bij ons niet alleen om het presteren, ben je goed in rekenen, ben je goed in taal, maar ook wat kun je nog meer goed. We willen heel graag dat kinderen tot hun recht komen, tot bloei komen, kunnen uitgroeien tot wie ze zijn. We kijken verder dan alleen de leerprestaties eigenlijk. Het is een kleine school, het is heel persoonlijk contact, iedereen kent elkaar eigenlijk al. Alles gaat op een hele stabiele manier. Het team is heel enthousiast, het team is ook klein, je kent het hele team. En dat maakt het voor ouders ook heel overzichtelijk om hier je kinderen naartoe te sturen. De Akker staat echt ergens voor. Als je hier naartoe gaat, mensen hebben heel goede ervaringen met deze school. Dan gaan ze als kinderen van andere scholen naar deze school toe. Nou, dat zegt toch wel iets over de school. De school toch, zich toch onderscheidt van andere basisscholen. Maar we waren er al snel achter van, we hebben toch een goede keuze gemaakt. Ook mede omdat het een vrij kleine school is. En dan aandacht voor de kinderen vind ik ook wel heel erg belangrijk. Dus geen seconde spijt gehad. Voor mijn kinderen heel plezierig. Ze gaan met plezier naar school. Ze kunnen hunzelf zijn. Je voelt je welkom. Er is een prettige sfeer. En in die zin wordt ook iedereen geaccepteerd. Vanaf groep 1 tot groep 8, dat was gewoon heel leuk. Omdat ik gewoon mezelf kon zijn en heel veel leuke vriendinnen kreeg en vrienden. En het was gewoon altijd heel gezellig, ook in de pauzes. En ik leerde ook heel veel. Ik leerde goed. Elk kind is anders en we kijken heel goed naar het kind om te achterhalen van wat het kind nodig heeft. Als we op dat moment denken van hey, we moeten groepsdoorbrekend werken om de kinderen te laten wennen aan een nieuwe groep, dan zetten we dat ook op. Het is een hartstikke leuke school gewoon.